lastiger wordt. John en Lucilla zitten even. Juf, hè? Dus Luxy Alef, die is helemaal ver. Kaas. Wil je meeschilderen? Mooi, Luffy. Doe het ook mooi, Lux. Glimmen in de zon. Yay! Ja! Niet smakelijk. Mama, ik kom op mij verliefd, hè? Dat is lief. Mooi. Dat is beter, ja. Die briefjes die daar hangen. Goedemorgen! Welkom weer in deze nieuwe vlog. Wij zijn de Ballinghaas familievloggers. En we zijn weer heerlijk thuis in ons knusse huisje. En wat hebben we ons huisje dan gemist, hè? We zijn heerlijk gisteren weer in ons eigen lichtbad geweest. En lekker geslapen in ons eigen bed. En dat was heerlijk. Ze wilde vandaag haar prinsessenjurk aan. Kijk, hier zit ze met de hele prinsessenjurk. Inclusief de schoentjes, die nog een beetje aan de grote kant zijn. Dus Luxie wilde vandaag een prinsesje zijn. Zoals jullie hebben gezien zijn we weer lekker terug in ons eigen huisje. Na 12 dagen in quarantaine te hebben gezeten in het bos. Nou, in ieder geval door de coronacrisis waren we in het bos beland. Heerlijk trouwens om weer in ons eigen bed te slapen. Echt, dat is vaak het eerste wat ik mis, mijn eigen bed. Dus dat was wel heel erg lekker. De kids kunnen natuurlijk niet naar school door de coronacrisis. En het is vandaag donderdag en ik wil wel een beetje een soort van het ritme erin houden. En doen wat we normaal gesproken ook, wat ze ook doen op school. En het is vandaag een lang dagje op school. Dus dat betekent dat ik vandaag weer juffrouw Fara ben. Echt alle respect naar alle juffrouws en meesters door het hele land. Want ik vind het af en toe best wel pittig. Om vooral de concentratie vast te houden van de kinderen vind ik nog best wel een dingetje. Ik heb wel gezorgd voor een soort structuur. Zal ik jullie zo laten zien met die briefjes, zeg maar. Dat de kinderen weten waar ze aan toe zijn en wat we gaan doen. Dat werkt wel heel erg goed. Hé, maar wil Luxie ook mee naar school dan als een prinsesje? Want mama gaat Luan en Lucilla lesgeven. Oh, heeft Lucilla de schoenen aangedaan? Ja, die zijn voor Lucilla een beetje kram. Maar voor Luxie eigenlijk nog een klein beetje te groot. Hè? Oh, jas aan, tas aan, op en op naar school. Nou, ga maar. Dag, ik kan jullie uitzwaaien. Dag, veel plezier op school. Doeg! Doeg! Johan en ik hebben vanochtend alweer een programmaatje samengesteld. Kijk, hij heeft ze hier opgehangen. Dit zijn de briefjes die ik op het raam, ja, wat een beetje de hele dag door is. Afgeleid van wat de kinderen verteld hebben, wat ze hun op school doen. Lucilla zit natuurlijk in groep 1 en Luan zit in groep 3. Groot groep 1. Dus ik probeer een beetje te kijken van wat ik een beetje kan combineren. Dat zowel en Luan er wat van leert, maar ook Lucilla. We gaan vandaag 12 dingen doen. Kijk maar. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ja, heel goed. Het is vandaag donderdag. Ja. Oh ja, waar komt dat vandaan? Oh, van jouw shirtje en dan van de zon. Nou kinderen, gaan jullie maar in jullie schoollokaal zitten. Oh, Luxie legt even haar unicorn in de bench. Ja? Ja, en hier heb ik allemaal schoolspulletjes neergelegd, hè. 26, 10 maart en lente mag je daar allebei op zitten. Heel goed. En het is inmiddels 9 uur. Dan zet je hem op dit donderdag. Ja, hartstikke goed. Oh, en het is, wat voor weer is het buiten? Kijk eens even naar buiten. Het is een zon. Dus dan zet je hem op het zonnetje. Wij zitten gezellig in de kring. En we beginnen de kring altijd met een liedje. En ik heb een heel erg leuk liedje. Aangezien het zonnetje naar binnen schijnt en de lente bijna komt, heb ik een heel leuk liedje over de lente. Weet je dat de lente komt? Lente komt, lente komt. Weet je dat de lente komt? Alles loopt weer aan. Dapper, dapper, net als David. En niet bang, bang, bang om door te gaan. Ik ben dapper, 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 net als David. En niet bang, bang, bang om door te gaan. Samen met mijn God, samen met mijn God. Elke reus verslaan. Sorry zeggen, dat is vies. Dat vind ik niet zo fijn. Sorry zeggen is niet leuk. Het kan zo moeilijk zijn. Meer. Ja, beter. Knuffelkonijn is... is stout voor mij. Zijn buik is eeg. Knuffelkonijn. Zijn buik is vol. Plezier. Plezier. Dat is een lastig woord. Echt Heel de dag. Echt heel de dag. Ze hebben plezier echt heel de dag. Dat was het verhaaltje. Uit. Goed zo, Luan. Tijd voor dictee. Terwijl Luxy, prinses Luxy, met haar half kapotte kinderwagen speelt, ga ik met Luan en met Lucilla dictee doen. Voordat iedereen denkt van, oh, Fara gaat het makkelijk af dat thuisles geven. Nee hoor, helemaal niet. Want dit heb ik dus ook regelmatig. Luxy die wil gewoon spelen met Luan en Lucilla. En die staat dus, terwijl ik dus met hun bezig ben, iedere keer bij Lucilla van kom nou spelen, want ze wil spelen met de poppenwagen. Maar goed, ik wil echt eventjes dit dicteetje hebben gedaan. Anders komt het er niet van vandaag. Dus ook dat heb ik. Dus ook die uitdagingen heb ik zo nu en dan. Maar goed, we gaan weer verder. Lucilla die vindt de L nog heel lastig om te schrijven. Dus die gaat zij oefenen. Ik heb stippenlijntjes neergezet. En met Luan ga ik weer woordjes schrijven, hè, jongen? En een zin. En die gaan we dan weer nakijken. Het is vandaag mooi weer. Schrijf op, mooi weer. Het zijn 2 losse woordjes. Mooi. Wat wil je met woef woef, schatje? We gaan straks buiten spelen. Leon en Lucilla zitten even op school. Daar snap je natuurlijk niet zoveel van. Oh ja. Dit is mooi, hè? Ja, alleen moeten de je een eetje zijn. Het is wel een lastig woord. Kijk, Lucilla die vindt de hul heel lastig. Dus ik heb de stippenlijntjes neergezet waar ze die hul kan overtrekken. En niet met pijltjes. Maar dit is als ze hem zelf gaat doen. Schatje, je moet goed kijken naar de lus. De lus gaat de lucht in. En als laatste mag je zelf een zin bedenken die je wilt opschrijven. Oh, ik heb er één. Wat dan? Het is 3 uur. Dan wil ik wel dat je 3 opschrijft met de letters. En niet gewoon niet als een drietje. Ja? Oké, ja. Schrijf hem maar op. Het is 3 uur. Dan zeggen we allemaal. Het is 3 uur. Ja, maar zo doen we het ook altijd juf, hè? Is dat zo? Ja. Moet je daarna zeggen? Oké. Ja, liefie. Ik heb slecht nieuws. Oh, wat dan? Nou, ik heb hier een sneetje. Ja, je hebt droge handen, hè? Ja, dat heb ik ook. We hebben droge handen van het vele handen wassen. Moet mama even een crampje ergens halen. Of papa moet het even halen. Ja, hier. Deze zijn een beetje open. Ja, een beetje droog, hè? Het is... Dit is een itje. En weer is niet een weer, maar weer. 2 eetjes. Hond, had je goed verbeterd. Vogel, dus niet vogel, dus vogel. Vogel. Misschien ook een beetje te lastig nog. Tafel, goed gedaan. Spelen met 1 eetje. Bril, goed gedaan. Glas, goed. Had hij zelf al goed verbeterd met een tutje, met een theetje. Maar het is nog hartstikke goed geschreven, jongen. Nou, toppie. Goed gedaan. We gaan nu rekenen. Luan die heeft hier een rijtje sommen van mij gekregen. Die gaat hij uitrekenen. Voor Lucilla heb ik deze sommetjes gemaakt. Kijk eens. Ja? Ik ken die. Ja? Dat is 4. Heel goed, Lucilla. Omdat Lucilla het lastig vindt, ze soms bijvoorbeeld een 4 op te schrijven. Dan weet ze even niet meer hoe het gaat. Heb ik even op het schoolbord alle cijfers neergezet. Zodat ze... weet hoe ze moet schrijven. Ja, supergoed, Lucilla. Heel goed. Oh, nou, hier gaat het ook wel de goede kant op. Ondertussen vond prinses Luxy het niet meer interessant. En is ze in slaap gevallen in mijn armen. Terwijl ik hier nog met de kinderen zit te rekenen. 10. Ja, goed zo, Lucilla. Schrijf maar op. 10. 13, 14. Ja, goed zo, Lucilla. Heel goed. En 1 en een 4. Ja, dit is toch 18? Een 8 en een 8. Nee, dat is geen 18. 6 plus 6 is wel 12. Die is helemaal goed. Alleen 1 moet het pijltje aan de andere kant. Het stokje aan de andere kant. Zie je dat? Niet in die kant, maar in die kant. Maar wel 12. Hij is wel helemaal goed. 3 plus 3 is inderdaad 6. 5 plus 5 is inderdaad 10. Alleen deze moet net andersom. En 7 plus 7 is inderdaad 14. Hartstikke goed. Maar ook 10 moet andersom. Want nu staat er 41. Heel goed gedaan, Lucilla. Super goed. 41. Gaat goed, kerel, dan rekenen. Ja. Gaat steeds beter. Voor mij is dit ook goed. De wasmachine die draait. Daniel zit hier. En het werk. Hierboven. Ja. Ik heb net... Wil je nog wat zeggen? De tweede was die zit erin. Oh. De eerste aan de lijn. 3 was te draaien. Goed gedaan. e-mailen bellen. Ja, Daniel gaat maar even wat werken. Het is voor ons natuurlijk ook gewoon een werkdag. Luxie heb ik net op bed gelegd, want die was dus in mijn armen in slaap gevallen. En ik ga weer even naar beneden naar de kinderen. En dat is natuurlijk wel lastig om dat iedere keer met de vingers te gaan tellen. Dus ik wilde hem eigenlijk uitleggen hoe je het makkelijk kan optellen door het sommetje onder elkaar te zetten. Nu weet ik totaal niet of ik nou iets ga leren wat eigenlijk nog ver boven zijn bedshow is, zeg maar. Maar ik ga een poging wagen. Kijk, als je de 12 en de 9 onder elkaar zet, kun je het makkelijker optellen. Dan je streepje, dan plus. En dan tel je eigenlijk... Precies, want hier eigenlijk hoort hier een nulletje te staan. Hè? Dat snap je wel, hè? Ja. Dus de 9 hoort hieronder te staan. Dat je het op dezelfde positie houdt. Ja. Dan tel je 9 en 2 tel je bij elkaar op. Nou, dat weet je wel. Wat is 9 en 2? 9 en 2? Ja, wat is dat bij elkaar? Ja, dat weet ik wel, want dat is 11. Dat is 11, heel goed. Dan ga ik 11 onthouden. Die zet ik hierboven neer. Maar dat andere 11, die eerste, die zet ik hier al neer. En dan ga ik dat eentje bij dat tweetje optellen. Wat is dat samen? 1 en 11. Nee, een 1 plus 1. Wat is dat? 2. Dat is 2. Dus dan heb je nu het antwoord. Hieronder staan. Wat? 21. 1 plus 3. Wat is dat? Dat is een 4. Heel goed, Luan. En nou ga ik dit pijltje hier ook neerzetten. En dan ga je dit rijtje uitrekenen. 1 plus 1 is? Is 2. Is 2. Oh ja, 4. Dan is dit antwoord 24. Kijk, dan heb je een hele moeilijke som uitgerekend. Zonder je vingers te hoeven gebruiken. Echt heel... Zullen we nog een keer kijken of het lukt? Het lijkt net dat het een trucje is. Ja, het is ook een heel handig trucje. Ja, wat is dan het antwoord? 26. Heel goed. Heel goed, Luan. Snap je het een beetje of is het nog lastig? Nee, ik snap hem helemaal. Ja? Nou, toppie. Ik snap hem helemaal in mijn hoofd. Helemaal met je hoofd. Nou jongen, box. Goed gedaan, kerel. Boxie. Het is tijd om even een fruitje te eten. Dus ik snij even lekker peertjes. Even lekker. Ik ga deze dikke peertje. Lekker de dikke. Tijd om verder te gaan. En we gaan nu, het is, Lucilla doet het op school, spelend werken. Ik heb wat bedacht. Het is een soort leuk speeldingetje, maar je leert er ook wat van. En dat is, ik weet niet of jullie dat nog kennen, maar dit is Loco. Dat deed ik vroeger ook altijd. Dat heeft Luan van zijn verjaardag gekregen. Ja. En jullie mogen samen een Loco werkje maken. Goed? Jullie mogen samen dit spelletje doen. En het is de bedoeling dat jullie de nummertjes bij de goede plaatjes gaan leggen. En als het goed is moet je dan dit plaatje krijgen als je deze omvouwt. Ik ga eerst beginnen. Ja, jij mag de eerste erbij leggen. De laatste. Nou, en dan moet je dat rode flapje dicht doen daarop. Ja, en omdraaien. En is hij dan helemaal goed? Ja. Ja, goed gedaan. Elk woord is anders. Beer, peer, beer, peer. Ja. Ja, peer. Dan lees Luan de volgende weer, hè? Goed luisteren. Vaas, 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 kaas. Kaas. Goed zo. Ja, daar staat kaas. Ja. Nummertje 4 op de kaas. Been, been. Gaan we hem dichtslaan en omdraaien. Wat ding? Oh, nee. Eén foutje gemaakt. Eén foutje. Deze. En het is knutseltijd. We zijn met het volgende aangekomen. En dat is lekker knutselen. En we gaan iets heel erg leuks knutselen. We hebben hier namelijk super mooie witte stenen. We gaan er gelukstenen van maken. Oh, wie is er wakker? Wie is er wakker? Is er ons prinsesje weer? Oh, prinsesje. Oh, grote bakje. Ik ga pas beginnen. Ja. Nee, joh. Nee, ik kan helpen. Nee. Was je weer wakker? Ik ben mama. Jij liet kiezen. Oh, dat is toch niet gedaan. Kijk, mooi toch een mooi ver. We gaan schilderen. Wil je meeschilderen? Hoe moet je groen hebben? Ik ga hem gewoon helemaal inkleuren. Ja, maar ik ga hem toch... Oh ja. Hij mag dan deze steen. Doe hele lieve stenen. Hele lieve? Ja. Alle drie een mooie geluksteen maken, hè? Ja. Hé, maar als jullie... Papa. Wat zeg je, schatje? Ga je die voor papa maken? Ja. Oh, wat lief van jou. Dat is lief. Luxie gaat een geluksteen van papa maken. Ja. Voor wie gaan jullie een geluksteen maken? Van jou. Mij. Ja, je hebt mooi, Luxie. Voor een fan. Voor een fan? Ja, voor een fan en ook één voor mij. En jullie hebben genoeg te maken. Ja. Misschien is dat wel leuk om de stenen weg te geven. De regenboog is voor mij en de andere allemaal zijn voor de fans. Oké. En hoe gaan we ze aan de fans geven dan? gewoon opsturen. Opsturen? Ja. Oké, dat is misschien wel een leuk idee. Dank je. Wauw. Mij. Heel mooi. Luan ook. Lucilla ook heel mooi. Luan? Ja, foutje. En Luxy ook waarschijnlijk. Allemaal met de lul, ja, allemaal met de lul, ja. Heeft mama zelf gedaan, hè? Ja, ja mooi, liefie. Heel mooi. Ja, met de kwast. Ja, zullen we nog een ander kleurtje erop doen? Eens even kijken of Lucilla nog een kleurtje heeft voor jou. Ja, yellow. Yellow, goed, yellow. Mag ik ook daar een kleurtje voor? Volgens mij heb je niet dezelfde kleuren of zijn dat toch weer andere? Nee, dat zijn weer andere. Dat zijn weer andere, oké. Die, dat is wit. Ja, die heb je al gehad. Ja, die heb je al gehad. Pak maar een rood of een blauw. Ik ga dit. Goed zo, Luxie. Als je er een beetje roze bij doet, rood bij doet, dan wordt hij roze. Ah, dat was het idee. Oh, nee. Ja, mooi. Kijk, Luxie wilde een roze steen maken. Dus ze is gewoon even aan het mengen. Zien jullie dat? Ze doet wit en rood bij elkaar. En wat krijg je dan? Roze. Roze. Dat wil ik ook. Mooi. Heel goed. Ja. Dan ga ik straks weer de andere maken. En mij. Ja, die is van jou, hè? Zwaar. Ja. Ik ga het zwart. Wauw. Ik ga nu glitter doen. Ook nog een beetje glitter. Zilver. Een beetje zilver. Voorzichtig met het opdoen, hè? Heel zachtjes erop tikken. Moet ik even helpen? Mooi, Luxie. Mama? Oeh. Zoiets. Vind je het zo goed? Mij? Ja, die is één voor de fan. Ik ben bezig met het tweede. Ik zie het, jongen. Ik ook. Luan heeft er een glittergeluksteen van gemaakt. Kijk, heel mooi goud. Ja, liefie. Mooi, schatje. Wow. Ook bij mijne. Aan mij. Ja, die is van jou, Luxie. Ook van mij. Ook bij jou een beetje roze glitter. Even kijken. Dit is heel erg mooi, Zil. Wauw. Zo. Kijk dan. Zo, jongen. Als die geen geluk brengt, dan weet ik het ook niet meer, hè? Nee. Nou, Luxie is inmiddels ook al net tweede ronde begonnen. Die wordt ook mooi, Lux. Die? Ja, welke kleur is dat? Ja, bruin. Ja, ja, een heel erg mooi schatje. Die van Luxie is ook al klaar. Gaan wij omruilen, en gaat ze weer naar de volgende. Doei! Luxie. Luxie kan er geen genoeg van krijgen, hè, Luxie? Nee, ik zie het. Ze vindt het heel leuk. Zet maar even buiten neer, Sil. Dan kan het buiten even lekker drogen. Kijk, ze is glimmen in de zon. Mooi, schatje, hè? Ja, zo. Heb je je schoenen weer aangedaan? Oh, die daar. Ja, die moet vast met het klittenbandje, hè? Wel een beetje veel te groot, maar dat vindt Luxie niet erg. Daar. Ja, ga je staan? Lukt dat? Ja, daar komt prinsesje Luxie aan. Prinses, ben je aan het wandelen met de poppenwagen? Oh ja. Ja, papa moet even het gas maaien. Zie je dat? Gaat dat met die lange jurk? Nou, dat gaat net goed met je gaan met die lange jurk. Yay! Dat was Pop. Dat was Pop. Yay! Boep! Goed zo, schatje. Goed zo, ja. Ja, nog een keer. Oké. 1, 2. Oei. Leon en Lucilla zijn in de buitenkeuken aan het spelen. Wat gaan we maken? Kopje koffie? Ja. Oh, nou lekker. En nu even laten... Ben je lekker drinken maken? Ik kan nog weer pakken, ja? Oh, kijk, ze zijn samen met het keukentje spelen. Heb je er echt water in gedaan? Ja. Daar. Van de echte kraan. Ja. Doet Lucilla dat? Ah, lief. Ondertussen is het tijd om even lekker te lunchen. Dus ik ga even wat boterhammetjes smeren. En de kinderen zijn ondertussen al buiten spelen. Valt een beetje samen met lunch en buiten spelen. En ze zijn... jij krijgt ook een boterhammetje. En ze zijn aan het bowlen buiten. 1, 2... Ja! Goed zo! Nu Luan weer. Ik sta voor jou. Ja! Goed zo, Jackie. Ja, hartstikke goed hoor. Nou is Lucilla weer. Nou. Ja! Goed zo! Ja! te spelen is, ga ik even wat broodjes smeren. Want het is tijd om te lunchen. En we kunnen best wel lekker buiten zitten, want het zonnetje schijnt. En het begint echt voorjaar te worden, jongens. Heerlijk. Eet smakelijk. Ja. Lekker aan Luxy. Lekker boterhammetje. Eet smakelijk. Lekker spelen, kinderen. Lekker kriebel. Hallo mama. Hallo mama. Ja, goed zo. Jackie is hier, hè? Mijn buurmeisje. We zijn even lekker aan het wandelen. Ja. Hè? En je bent stiekem op mij verliefd, hè? Ja. Ja. En mama is op mij. En ik ben ook verliefd op oma Inge. Ook op jouw oma? Ja. Nou zeg. Ook met het nieuwssterretje. Wat zei je? Oh, oma, een sterretje. Een sterretje? Ja. Ja, ja, bij ons is ook een oma overleden. Dat is Coco erg. Weet je hoe ze heet? Oma Dropje. Weet je waarom dat ze zo heet? Omdat ze altijd dropjes bij haar had. Grappig, hè? Ja. Zo, en nu gaan we weer rennen. Wie het hardste kan. Oh, nee! Oh, nee! Oh, nee! Oh, nee! Oh, jij gaat winnen. Hey, zeg maar doei. Doei. Ja, goed zo. Wauw, die is echt heel mooi, schatje. Heel mooi. Ah. Dat is lief. Mooi, hè? Oh, nee! Wat wil je dan? Oh, wil je deze? Kijk. Oei! Ook buiten gespeeld en zijn ze nu lekker buiten aan het kleuren. Ja. Nou hebben we alle briefjes afgewerkt. Ja, dat die briefjes die daar. Briefjes op wat we op school, ja, naar thuisschool gaan doen. Ga je kids? Terwijl de kids dan nog even lekker een tekeningetje gaan maken, ga ik deze vlog voor vandaag weer afsluiten. Ik ga zo lekker eten koken en kunnen hun nog even lekker keuvelen. Vond je dit weer een leuke vlog? Doe even de duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren. Klik hieronder op het belletje. En dan zie je graag morgen weer in een nieuwe vlog. Tot morgen! Volg je hartslag mee. Feest lekker met ons mee. Je hartslag geeft het tempo aan. Als je danst, boem boem mee. Geniet je echt het meest. Door samen uit je dak te gaan. Doe je mee, boem 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 mee, dans mee.